We staan hier in de keuken bij Monique Moreau samen met Patrick Kwevers. En weer terug in de keuken, ja. Na de Masterchef. Een hele andere keuken. Een mooie keuken. Ja, ik vind hem prachtig hoor. Ja. Ik zou hem zo mijn huis willen hebben. hoe is het nou, na de Masterchef? Ja, leuk. Ja. Druk? Ja. We hebben best wel wat opdrachtjes. Mo en ik zijn gelukkig nog hele goede vrienden gebleven. Ja, echt maatjes. Het is leuk. Ja. Ja, hele leuke reacties. Leuke weken meegemaakt. Fons is natuurlijk al een tijdje achter de rug. Mm. Maar we herleven het weer helemaal. Hè? Ja. Want wanneer waren de opnames gestopt, de laatste voor jullie? Voor ons waren ze 18 maart waren ze gestopt. Toen was ook echt de finale. Ja. En daarvan heeft Patrick 48 dagen gekookt en ik 49 dagen van de 50. Lang, ja. Heel lang en dat is wel heel spijtig. Het was ook wel heel moeilijk natuurlijk om de mond te houden zo lang, denk ik. Ja, het ging wel, maar je kreeg de vraag natuurlijk heel vaak van en, maar ja. Ja. Dat mag niet, hè? Nee. Maar dat verpest het ook, hè? Ja, dat is weer leuk. Een echte liefhebber, die wil ook die spanning gewoon nog voelen. Die spanning die was er wel. Dat was echt mooi om te zien. Ja. En allerlei opdrachten en testen. Ja. En wij gaan ook even een testje met jullie. Oh, nee. Ja, zo doen. Allebei een blinddoekom. Je kreeg een ruik, proef en voel. Ik zeg wanneer je mag ruiken, wanneer je mag proeven en wanneer je mag voelen. Ja. Dat is goed. En degene die het eerste weet, die roept het dan op de rek. Ja. En die kreeg een punt. Oké. En degene die, ik geloof 5 of 6, moeten we even kijken, die, die heeft gewonnen. Dat is voor de eer. Nou, Monique. Dan. Gaan we doen. Ja, dat is goed. Blenddoeken op. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, Monique, daar gaan we. 3, 2, 1, mond open. Ja, dicht. Die lekkers mag je uitspugen. Ja, één punt. Leuk. Maar ben je snel? Dit is voelen. Voelen, oh. Ja. Oh, wacht. Moet ik mijn hand ophouden? Allebei één hand op. Mm-hmm. Zo. Oh ja, we moeten maar met één hand voelen. Ja. Tijn? Ja. Dit wordt weer een proef. 3, 2, 1. Wist je ook? Ja, 2-1. Heel goed. Dan krijgen we, even kijken, waar is die? Deze. Oh. Oregano? Ja, ja, oregano. 2-2, het is gelijk. Oké. Okay. Ja, ook een kruidje, dus munt? Ja. Goed zo. 3-2. Ja. Patrick heeft gewonnen. Ja, ik heb er nog eentje. Ja, doe maar. En dan kan het gelijk worden. Oh. En waar is dat? Proeven voelen? Proeven. Oh, proeven. Oh jee, dat is voor moeilijk. 3, 2, 1. Rumbo. Ja. Oh, lekker. Rumbo. Ja, dat had je niet gedacht natuurlijk. Dat was niet lief. Nee. Jij denkt, ik dacht, maar geen krijg weer een kruid in de mond. Nou, dan is het gelijk. Heeft er niemand gewonnen. Nee. Maar ja, we zien elkaar natuurlijk niet. Hij mag af. Oh. Hey. Gelijk, hè? Ja, super. Leuk. Dan spoort hij eruit bij jou. Ja, ik weet het meteen nog. Ja, leuk. Leuk hoor. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, kijk, het is een gelijk spel, met de kennisstaas. Mooi, toch? Jullie gaan wat koken voor ons. En wat gaan jullie maken? We gaan een mooie rooseline maken van aardappelen met asperge. En een combinatie van liver met langoustine. De langoustine. En dan het schuim eroverheen van de langoustine. Dus eigenlijk een beetje land en zee bij elkaar gebracht. Ja. Ik zou zeggen, doe jullie ding. Ja. En dan ondertussen praten we wat. Ja, is goed. Goed. Ja? Oké. Okay. De bonen even aan de kant. Een procureur is een stukje, weet je misschien wel, dat is nek. Ja. Dat kun je met bot of zonder bot kopen. Nou, ik heb het zonder bot gekocht. Als je met bot koopt, dan krijg je er een mooie bouillon van. Heel veel mensen weten niet dat je dus bouillon kunt trekken van varken. En dat is onder andere een heel mooi onderdeel van een combinatie van kip, rund
vis, bouillon. Ja. Veel mensen denken dat het te vet wordt, denk ik, met kaasje. Ja, en dat is heel veel mensen weten het ook helemaal niet, dat het bestaat. Is Masterchef voorbij en jullie zijn allebei plan om hierin verder te gaan. Ja. Jij hebt nou Spaarroomgoed. Ja, Spaarroomgoed is een dingetje van mij waar ik veel showcooking wil doen. Mm-hmm. Dus workshops, showcooking in bedrijven of bij mensen thuis. Mm-hmm. Een feestje dat je me laat komen. Dus geen catering, het gaat meer om de beleving. Dus het live meemaken hoe je recht tot stand. Dus dat gaat ook bij mensen thuis? Ja, voornamelijk bij mensen thuis. Ja. Voornamelijk bij mensen thuis en in een bedrijf, zal ik maar zeggen. Monique en ik hebben nou een aantal dingetjes samen gedaan. En 16 juni heb je Forever Monsters. Ja, klopt. Tussen de bikinis en hapjes maken. Ja, gezellig, hè? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ze hebben mij benaderd. Toevallig is dat via het netje van mij gekomen, maar het is een dag voor de dames om zich lekker te laten verwennen. En niet op Patrick, maar wel op eetgebied, hè? Ja. Dat nemen we dan natuurlijk aan. Ja, en daar ga ik dan een gezonde variant doen. Dus veel salades, veel van dat soort hapjes. Mm. Ja, dat soort evenementen. Ja. Dat is Spado eigenlijk, die tak van dat mij. Dat is echt die beleving ook. Ja, inderdaad. Ja. En in die sfeer wil ik ook mijn eten laten terugkomen. Mijn hapjes, mijn eten. Dat is mijn kracht, gewoon, zou ik maar zeggen. Ja. En Monique, jij bent bezig met So This Is Food? Ja, So This Is Food wordt mijn nieuwe website en daar ben ik flink mee bezig. Op dit moment is hij nog niet klaar. Maar daar komen allerhande zaken te staan die met eten te maken hebben. En interviews met diverse chefs, bekende en onbekende, omdat ik het gewoon ook leuk vind om... ook de chefs van Limburg een beetje in de kaart te zetten. En daar hun passie voor eten laten vertellen. En ook een beetje waar gaan we naartoe in de toekomst. Mm-hmm. Ik ben zelf heel erg voor kleinschalige en voor kwaliteit. Kwaliteit gaat ook iets voorbij boven de klantentijd. Dat is iets wat ik wel heel erg belangrijk vind in mijn verhaal met Zo Dit Is Food. Daarbij deel ik ook veel structuren, mijn kennis. En ik wil het wel uitbreiden, dus inderdaad met een perspectief een bedrijf opstarten. Ik heb toch een besluit genomen om er een bedrijf van te maken. En op die manier mensen een soort platform aan te bieden. Met alles wat met voeding en koken te maken maken. Ja. Nieuwigheden, dingen die achterhaald zijn. En ik ben toch een beetje een connoisseur, net als Patrick. Ja, dus dat je toch bepaalde dingen onder de aandacht kunt het lekker op een leuke manier proberen van je hobby, je werk te maken. En ik hoop dat het ook een keer iets gaat opleveren. In het begin kan ik er niks van verwachten, dat weet ik ook niet. Ik wil nu eerst toch nog heel veel kennis delen. En ik hoop dat in ieder geval nog een keer wat Patrick en ik van plan zijn. Dat het dat van de grond komt, dat zou super zijn. Echt super leuk. Dat echt, en dan blijft Nederland op de hoogte van verder en boven. Ja. En hoe was het besluit gekomen om dan een Masterchef mee te doen? Ja, vorig jaar Masterchef 2015 heeft Gary gewonnen. Mm-hmm. En dat is mijn neef. Oh ja. En dat wist helemaal niemand. Nee. Ik heb dat ook stilgehouden. Nee. Ik heb dat ook niet tegen de productie gezegd, omdat ik niet zo'n stempel op mij wil hebben. Ja. Maar ik ben naar zijn feest gegaan. En toen dacht ik van, het is leuk, dit wil ik ook. Ik ga mij even opgeven. Echt in zo'n stomme bui heb ik dat gedaan. Ja. En ineens was ik een van de 16 kandidaten. Ja, mooi. En het idee om voor jou om een Masterchef mee te gaan doen? Nou, ik heb anderhalf jaar geprobeerd om nog een masteropleiding te gaan doen. Een master bij een huisarts, de linkerhand van de huisarts, een physician assistant opleiding. Maar ik denk dat gezien mijn leeftijd dat het toch een beetje lastig was om dan als jongere huisarts te denken, ik ga nog iemand van 51 opleiden. Dus dat is er niet van gekomen, dat is me niet gelukt. Ja. En toen zat ik een keer op een avond met een vriend te brainstormen van zullen we dat samen iets doen met ergens op een locatie koken en dan mensen uitnodigen.
Want toen vertelde hij, ja, hij heeft meegedaan ooit aan Topchef. En toen zei ik tegen hem, ja, ik heb dat programma nou weer gezien, Masterchef, dat was zo leuk. En toen zei ik, man, geef je op. Ik heb het echt gedaan, ik heb me opgegeven. En ja, van de 16 of 1800 mensen, weet ik niet hoeveel er waren, zijn we overgebleven. En dat heeft zo moeten zijn. En ben ik, jij ook voor kleins af aan geïnteresseerd in eten? Ja, ik heb altijd mijn moeder inderdaad mee geholpen. Mm-hmm. Ik heb altijd op de een of andere manier had ik altijd feeling gehad om gerechten te maken. Dus gaandeweg dat ik met mijn man trouwde, ging ik van alles uitproberen. Ja. Dus daar kook ik inderdaad gewoon een hele haas en daar ging ik iets mee doen. In het begin was het één groot disaster, één grote ramp. Maar op een gegeven moment leerde ik van die rug een mooi mals aangebraden stukje te maken. En die brood juist lekker te marineren of in een wijn te stoven. Mm-hmm. Dus ik heb echt van mijn fouten heb ik geleerd. Ja. En, ook wel eens dingen echt weg moeten gooien, dat ik dacht van, oh, wat is dit voor iets smerigs? Maar zo heb ik eigenlijk een beetje gaandeweg, heb ik me dat zelf aangeleerd. Dus ook, hè, wij hebben in de Masterchef keuken van elkaar, ook niet Monique en ik, maar gewoon van allemaal. Iedereen, ja. En Mai was er natuurlijk met haar Aziatische Vietnamese keuken heel erg. Het was gewoon, we hebben heel veel van elkaar ook geleerd. En dat was ook leuk binnen de Masterchef, vond ik. Ja. Ja. Ook geleerd hoe je het niet moet doen, maar ook. Ja, gewoon te leren. Ja. Omdat je dan dacht, ja, oké, dat vaak had ik nooit zo moeten doen, maar dat is nou helemaal gebeurd. Ja. Het is natuurlijk zo dat als je kok bent, dan kom je in aanraking met alcohol, dan moet je altijd een beetje mee oppassen, maar voor deze gelegenheid. We hebben nog niet echt getoost voor onze overwinning, want ik bedoel, plek 3 en 4. Voor jullie mooie plaatsen. Op 3 en 4, hè? 3 en 4, yes. Gezondheid. En vergeet niet verder hoe koken door. Nou, ja, dat is zeker. Dat is het mooiste verhaal, toch? Zou je nog geïnteresseerd zijn om ooit in zo'n wedstrijd mee te doen? Of heb je nou zoiets van, ik heb het wel gehad? Nee. Nou, voor mij persoonlijk zou ik dezelfde wedstrijd, ja, dat kan niet. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als er een level hoger wedstrijd zou komen. Waarbij bijvoorbeeld de laatste 5, die dus niet de nummer 1, die doet daar niet mee van de Masterchef, maar van de laatste 5 jaar. En dan de nummers 2 tot en met 5, 2 tot en met 6, tegen elkaar gaan. Ja. En dan een hoger... beetje Masterchef professional. Ja, een beetje professional. Dus ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. En dan in andere landen doen ze dat wel, hè? Ja. Ja, in andere landen, bijvoorbeeld Australië, die heeft sowieso een hoger niveau vanwege het feit dat hun mensen al masterclasses geven moeten volgen. Dus de mensen die daar gaan koken, die weten vaak al de opdrachten, die hebben masterclasses al gevolgd. Dus dan zit je al een beetje op een hoger niveau en dat maakt het voor de kijker ook wel weer leuker. Klinkt allemaal heel overdreven, maar het is echt zo. Het heeft zo moeten zijn dat wij elkaar ook ontmoeten. We zijn eigenlijk gewoon hele goede vrienden geworden. Ja. En daar kunnen we ook iets mee doen. Ja, je valt elkaar aan op een of andere manier. Ja, echt heel stom eigenlijk. Hè. Ja, maar we zijn elkaars uitlaatklep ook een beetje. Ja, ook. En dus je leert elkaar in heel korte tijd, waar je normaal misschien een jaar over doet bij vrienden. Ja. Leer je elkaar in een hele korte tijd kennen en ik heb echt wel het achterste van mijn tong laten zien. Dus Patrick heeft me echt wel eens meegemaakt zo van, dat hij misschien heeft gedacht, oh Jezus. Nee, maar we zaten heel lang met elkaar in de auto. Ja. Dus, ja, je bent ook op elkaar aangewezen, hè? Als je... Ja. Ja, en de spanningen samen gedeeld en de lol samen gedeeld. Ja. En af en toe ging ik het stoom afblazen door een stukje te gaan hardlopen. Ja, dat deed ze daar ook nog. Ja, ook nog. Ja. Ja, maar als je dan de hele dag in zo'n keuken staat, heb je hele zware benen. En als je hardlopen, is best wel even doorzetten. Ja, slag staan inderdaad. Ja, maar op een gegeven moment rende ik zo door en dan was ik zo in jog en dan dacht ik, fuck you, Kranenborg! Ja, en dat riep ze dan ook. Dat riep ze dan ook. Dat is echt heel hard. En dan dacht ik zo, kijk, nou ben ik het alweer kwijt. Ik hoop dat hij dit programma niet ziet hoor. En dan zou hij het nog kunnen waarderen, want dat wil ik echt even zeggen, dat wil ik vanuit mij zeggen. Ja, die jury die wordt altijd heel erg streng afgedeeld, maar het is ook een programma. Hè? Mm. En buiten daarom,
waren ze echt wel aardig. En ja, ik vond Kranenbobbetje echt een heel aardig. Ja. Dat is gewoon een lopend encyclopedie, die man. Die heeft zoveel kennis. En ik was ook altijd helemaal vereerd als hij bij mij kwam en dat hij iets lekker vond. Ja, dacht ja. Wow. Maar het was echt een hele lieve man. Ja, het was wel heel aardig hoor. Want ziet hij daar natuurlijk in de rol. Dat dacht ik van ja, heeft hem alweer van mijn stuk afgebracht. Ja, alles bij elkaar alles pakken, hè? Ja, ja, ja. Dat is zo. Ik heb goed ook geen. Heerlijk. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja. Nou, het was hartstikke gezellig en heel erg leerzaam. En ja, ik ga jullie heel veel succes wensen in de toekomst. En we hopen dat we nog heel veel van jullie gaan horen. Okay. Apart of samen. En de website, heel veel succes met So This Is Food. Ja. En Spado Food. Ja, dankjewel. Ja. En misschien Moe en... jullie zijn nog niet van ons af. Ja, zeker. Pamo, hè? Ja. Pamo Food. Ja. Succes. Ja. Dankjewel.